Iedereen maakt situaties mee. Voor een buitenstaander vaak ogenschijnlijk gewoon. Die je op een bepaalde manier in je hart raken. En die als je ze gaat volgen, naar andere wegen leiden. In deze serie van Op de Bank praat ik elke aflevering met een inwoner van Pelemaas die deze geleide weg bewandelt. Na een moeilijke schoolperiode met veel gepest worden en ziek zijn, een arbeidsverleden met wel tientallen verschillende werkgevers, meldt Patricia zich aan voor de opleiding psycho-energetisch therapeut en dit voelt eindelijk als thuiskomen. In deze aflevering van Op de Bank bij vertelt Patricia haar verhaal, hoe zij nu anderen helpt om ook in hun kracht te komen. Welkom Patricia. Vertel. Ja. Nou, ja. Je hebt een heel mooi intro gegeven inderdaad, hoe het eigenlijk allemaal ontstaan is. Dat is eigenlijk inderdaad op het moment gekomen dat ik begon aan de opleiding voor psycho-energetisch therapeut. Er ging natuurlijk een heel periode vooraf voordat ik ook daaraan kon beginnen. Met een periode van veel ziek zijn inderdaad, een periode van opgroeien in een druk gezin, was natuurlijk altijd wel iets te beleven. Kwam ik inderdaad op school. Of in het onderwijssysteem waar ik me niet helemaal prettig bij voelde. En waar ik me vaak het buitenbeentje voelde. Tegenwoordig is dat natuurlijk wel een beetje anders als je het buitenbeentje bent. Hè? Dan wordt er al gelijk op ingesprongen. Maar 20, 30 jaar geleden was het nog een beetje anders. Daardoor voelde ik me vaak alleen. Ben ik daardoor ook wel gepest om mijn zijn. En zo heb ik eigenlijk mijn eigen weg belopen. Naar de ene opleiding, naar de andere opleiding. kwam ik uiteindelijk dus op de opleiding voor psycho-energetische therapeuten terecht. Ja, je vertelde heel mooi dat je een bloemlezing bijgewoond hebt. Hè? Ja. Kun je vertellen hoe dat gaat? Want je geeft zelf ook bloemlezingen. Ja. Ik was inderdaad op een avond aanwezig op een bloemlezing. Daarbij krijg je informatie over een bloem. Iemand reikt je een bloem aan. En op die manier wordt er eigenlijk metaforisch, word je eigenlijk bewust gemaakt van hetgeen wat jij op dat moment nodig hebt. Op die avond was ik aanwezig. Ik had toentertijd nog echt een eigenwaarde van nul. Ik wist eigenlijk niet meer precies wie ik was. En op die avond werd het me heel mooi duidelijk verteld van nou, je mag in je kracht gaan staan. En je mag inderdaad eens gaan bekijken wat echt bij jou past. Nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik heb Google geraadpleegd en zodoende heb ik bekeken van oké, wat zou dan bij mij kunnen passen? Zodoende kwam ik dus ook bij de opleiding psycho-energetisch therapeut terecht. En hoe voel je dat dan, dat bij je past? Het was een moment van dat ik contact zocht met de persoon die opleiding gaf. Een intakegesprek gehad. En op dat moment voelde het goed genoeg om te weten van dit zou wel eens heel goed kunnen werken. Mm-hmm. Ja. En toen heb je je aangemeld? En toen heb ik me aangemeld en toen is het eigenlijk ook allemaal gaan rollen. De eerste dag dat ik op die opleiding kwam voelde inderdaad als thuiskomen als een moment van in deze groep voel ik mij prettig, in deze omgeving voel ik mij prettig. Natuurlijk zijn dat al twee dingen die al heel belangrijk zijn zeker. Om je veilig te voelen. Dus ik voelde me veilig genoeg om mezelf daar ook te kunnen ontwikkelen. Natuurlijk komt daar ook wel iets bij kijken. Natuurlijk ook de omgeving die daarop reageert. Niet altijd in positieve zin. Daarin krijg je soms te maken met mensen die het niet helemaal begrijpen. En zeker met het werkverleden wat ik heb gehad met tientallen baantjes. Is dat ook wel te begrijpen? Mm. Is het ook iets menselijks? Mm-hmm. Dat mensen je niet meer 100% serieus nemen. Of zoiets van laat maar eens kijken wat je in huis hebt voordat wij ook hierachter kunnen staan. En was dat voor jou nog belangrijk op dat moment? Op dat moment heb ik het wel meegenomen. Maar het viel wel weg omdat ik zelf heel sterk in mijn eigen kracht begon te geloven. Waardoor ik ook minder afhankelijk werd van meningen van de mensen om me heen. Dus om toch mijn eigen wijsheid, hè, want er zit ook de wijsheid in. Maar toch om mijn eigen pad te volgen kwam ik inderdaad wel... stond ik wel sterker. Dus eigenlijk de weerstand was een soort van verankering van jouw kracht. De weerstand had ik nodig om door te pakken. Mm-hmm. De weerstand had ik nodig om te laten zien van
ik voel dat het goed zit en ik geloof in mezelf. Ik ga niet meer op anderen af, maar ik ga af op mijn eigen gevoel. Ja. Ja. Dus dat zaadje werd geplant? Dat zaadje werd geplant. Ja, dus het mocht van daaruit mocht het groeien? Ja. En dat zaadje is gaan groeien. En dat ging eigenlijk heel geleidelijk aan. Naarmate dat ik meer bewust werd van mezelf, kwamen er meer ideeën, kwam het meer in stroming. Mm-hmm. Van daaruit is ook mijn praktijk ontstaan. En het eerste jaar, geloof ik al, van de opleiding. Wat ook weer weerstand opriep. Want nu al? Krijg je van die vragen van nu al, ben je er al klaar voor? Hoe kun je nou al een praktijk neer gaan zetten als je nog niet alle kennis hebt van hetgeen wat je uit wil dragen? En wat is dan die kennis? Is dat niet een constant uitbreidend iets? Ja, de kennis zie ik zelf meer als tools, om het zo maar te zeggen. Als een soort van gereedschappen die ik aan kan reiken bij cliënten die ik ontvang nou in mijn consulten. Maar het is vooral de wijsheid. En wijsheid is niet te leren. Wijsheid is iets wat je leert door het leven heen. Dat, mooi. Wat ontstaat. Dat. Heel en wijsheid mooi. Komt met de jaren, in mijn geval blijkt dat zo. En ik hoop dat er nog heel veel wijsheid natuurlijk ook nog bij komt. Dus die is, is een onuitputtelijke bron. Ja, zo zie ik het wel. Ik denk dat wijsheid heel lang doorgaat, ja. 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 En wat doe je nog meer om die wijsheid voor jezelf dan aan te boren? Want ik kan me voorstellen dat het ook in de praktijk, je geeft heel veel van jezelf. Ja. Ja, het is continu een geven en ontvangen. Ik geef aan de mensen, aan de consulten, aan de personen en de cliënten die bij me komen. Denk ik dat ik zelf iets heel moois mag geven. Ik zie het ook echt als een mogen. Maar ik ontvang ook heel veel van mijn cliënten. Ik ontvang vooral de weerspiegeling. En de weerspiegeling, dat is ook weer de reflectie die ik dan ook weer op mezelf toepas. Vaak soms bewust, soms onbewust. Maar die eigenlijk ook min of meer ontstaat. Wat mij natuurlijk ook weer laat groeien. Mooi. In mijn eigen bewustwording. Ja, ja. Ja. En dit jaar was voor het eerst het Happiness Festival in Echel. Was eigenlijk een heel groot succes. Ja, inderdaad. Dus de bedoeling is om dat in 2019 weer op te zetten. Waar een klein dorp groot in kan zijn, zou ik eigenlijk wel willen zeggen. Want zo voelde het wel. Het Happiness Christmas Event, inderdaad, dat was ook zoals heel veel ideeën bij mij geboren worden. Vanuit inspiratie, vanuit een gedachte van, goh, ik wil iets toevoegen. Vandaar ook mijn gedachtenkaartjes natuurlijk, die dragen daar ook aan bij. In dit geval wilde ik het echt in peel en maas houden en vond ik het heel mooi om een soort van Happiness Festival, wat het commerciële festival is, wilde ik dus echt iets van mijzelf neerzetten. Wilde ik dus zien. Of laten zien dat je dus door in jezelf te geloven en in je ideeën te geloven, om daar juist iets moois uit te creëren. En daardoor is het daaruit, om de juiste mensen daarin te betrekken, is dus het Happiness Christmas Event ontstaan. Mm-hmm. Wat inderdaad een groot succes bleek te zijn met, ik denk wel zo'n 500 bezoekers. Mooi. Ja. En het is ook mooi om te zien hoe je anderen daarbij betrekt, hè, in dat hele verhaal. Dus dat was ook het doel. Mijn doel was, met het Happiness Christmas Event, vooral om mensen samen te laten komen en mensen vooral ook te laten inspireren. Met mensen die werkten vanuit hun eigen passie, vanuit hun eigen authenticiteit. En vanuit die eigen authenticiteit zichzelf op deze manier te presenteren, op deze manier die mensen het podium te geven, te bieden. Ja. Ja. En zo kwam dit eigenlijk voort. Ik heb ook van veel mensen teruggehoord inderdaad dat er een hele fijne sfeer hing. Dat het mooi was hoe ieder elkaar zo op deze manier eigenlijk aanvulde. Ja, precies. Ja. Je zegt ook vanuit die authenticiteit, zo zie je dat iedereen heeft zijn eigen unieke kracht, hè? Ja, iedereen. Ik zie sowieso ieder individu als authentiek. Mm-hmm. Ik denk ook echt oprecht dat iedereen die hier op aarde is, om het zo maar even uit te drukken, ieder ook zijn eigen taak heeft om naar buiten te brengen. Bij de ene is dat creativiteit. Ik kan prachtige kunstwerken maken. Bij mij is het in dit geval bewustwording wat ik uit mag dragen, wat ik voel. Ja. Waar ik gewoon blij van word. Ja. En ik zeg altijd, de dingen waar je blij van wordt, de dingen waar je hart sneller van gaat kloppen, dat past dat bij moet je. Ja, mag je gaan doen. Mooi. Ja. Dat is een mooie boodschap. Ja. En
die strubbelingen, kun je die helemaal achter je laten? Zijn er nog wel eens onzekerheden bij jezelf? Nee, ik moet zeggen dat ik dat echt wel achter mij gelaten heb. Omdat ik me bewust ben geworden, denk ik, sowieso van wie ik zelf ben, wat ik nodig heb om te kunnen groeien. Natuurlijk word je altijd wel uitgedaagd in situaties. En dat kan je natuurlijk wel aan twijfelen brengen. Dat kan je uit balans halen. Mm-hmm. Het is aan mij om die balans te herkennen. En ook aan de anderen natuurlijk. Om te herkennen van, oké, welke situatie triggert mij, of welke situatie wil mij uit balans halen. Want het zegt dus iets over jouzelf wat je nog niet bewust bent. Dus dat mag je gaan onderzoeken? Dat mag je gaan onderzoeken. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de hele dag moet gaan onderzoeken. Dan zou het leven een stuk minder leuk zijn. Maar het is wel iets waar je het licht op mag laten schijnen. Op die schaduwkanten die eigenlijk nog in de schaduw zijn. Die nog in de schaduw leven. Prachtig. Je vertelde ook dat je een cursus Engel aan het schrijven bent. Ja. We begonnen met filmen en er komt een prachtige witte veer. Ja. Ligt er in één keer. Ja. Iemand vertelde mij gisteren nog, de engelen vervelen zich kapot. Ze worden te weinig aangeroepen. En daar ben ik het volkomen met eens. Oké. Ja. Was dat een beetje ook de inspiratie om deze cursus te schrijven? Ja, ik heb natuurlijk meerdere cursussen geschreven. Natuurlijk de intuïtieve ontwikkeling, wat de basis vormt eigenlijk van al mijn cursussen. Wat ik denk dat bij heel veel mensen ook bijdraagt aan het weer durven voelen, het durven toelaten. Wanneer je durft te voelen en durft toe te laten, dan ontstaan er ook weer nieuwe dingen. Heb je enig idee waarom mensen dat niet durven? Dat die gevoelens soms toelaten? Ja, ik denk soms dat mensen bang zijn om hun kwetsbaarheid te laten zien. Om hun kwetsbaarheid te laten zien, omdat ze daarmee denken een stukje kracht te verliezen. Een stukje het gezicht misschien, het stukje hoe mensen andere mensen zien. Het is net alsof het afgepakt kan worden of iets. Ja, misschien. Zo zou je het misschien kunnen omschrijven. Maar even terugkomend op de intuïtieve ontwikkeling dus. Dat is dus de cursus, zeg maar. Waar mensen juist ontdekken van dat ook kwetsbaarheid een kracht is. Dat. En natuurlijk zijn er nog meerdere cursussen, maar uiteindelijk dus de engelencursus. En met de engelencursus heb ik over getwijfeld van, mag ik die naar buiten dragen? Is de wereld, zijn de mensen er klaar voor? Maar eigenlijk zijn ook de engelen eigenlijk een heel authentiek iets. Want het is iets wat altijd aanwezig is. Alleen wat de mensen door de jaren, door de eeuwen heen misschien wel vergeten zijn. Vergeten zijn dat ze ook de engelen mogen gebruiken of kunnen gebruiken in hun eigen bewustwording. En zou je misschien een voorbeeld kunnen noemen hoe je een engel zou kunnen gebruiken? Natuurlijk zijn er verschillende voorbeelden van. Het is vooral zo dat als je jezelf al toelaat om hulp te roepen, om buiten jezelf om al hulp te vragen. Dat kan natuurlijk ook aan je opa of je oma zijn. Mm-hmm. In dit geval een gids. Maar dat kan natuurlijk ook zomaar aan een engel zijn. Iedereen heeft beschermengelen bij zich. Dus om het, hoe fijn is het als je op die manier ook afstand kan doen eventjes van je problemen. Of het even echt letterlijk en figuurlijk af te geven. Dus zou je er zelf gebruik van willen maken, vraag dan aan je beschermengel van, wil je me helpen om mij deze situatie helder te krijgen? Of om een inzicht te laten ontstaan? Moet het hardop of kan het in jezelf? Nee, moet je hardop uitspreken? Ik geloof niet dat je het per se hardop uit hoeft te spreken. Ik denk als de intentie al juist is, dat er dan nog maar weinig mis kan gaan. Het begint met intentie. De intentie die je zet voor jezelf. Een nieuwe geloofsovertuiging die je voor jezelf aanneemt. Dat is de kracht. En als de intentie zuiver is, dan kan het ook stromen. Dan komt zuiverheid ook naar je toe. Mooi. Dat. Prachtig. En je maakt ook zelf engeltjes? Ja. Ja, dat is echt past. Een trots. Ja. Ja. Ik denk dat ik een pillenmaas ook wel bekend, vooral bekend ben als engeltjesmaker. Dat is gewoon echt mijn trots. Ik vind het gewoon heerlijk om daarmee bezig te zijn. Ik zie het ook wel een stukje als ontspanning voor mezelf. En ik vind het heel mooi om op een kleine manier
iets tastbaars. Mensen willen toch vaak iets vasthouden als een houvast. Iets te creëren wat bij de mensen zelf als een soort houvast kan werken of een bewustwording op kan wekken. Soms, ik ga dan uit van de kleur natuurlijk van het engeltje. Ieder kleur heeft zijn specifieke boodschap. Maar ik vind het vooral heel mooi. Het doel is vooral om mensen een houvast te geven wanneer ze dat nodig hebben. En dat kan zijn als iemand examen doet. Hè? Die heeft even die houvast nodig van ik kan het vertrouwen. Soms heeft iemand echt een engeltje nodig voor de heling bijvoorbeeld. Wanneer iemand ziek is, is het heel mooi om op die manier toch te weten dat je toch ondersteund wordt op een manier die misschien niet gelijk zichtbaar is, maar die er wel is. Ja, mooi. En hoe weet je dat nou bijvoorbeeld? Je hebt het over kleur, een specifieke kleur. Ja. Dat gaat op gevoel? Ja, ik maak die engeltjes. Het begint eigenlijk al bij het ontstaan van het engeltje maken. Bij het juiste kraaltje uitzoeken met de juiste kleur. Iedere kleur heeft zo zijn eigen intensiteit en zijn eigen boodschap. Heel veel dingen zijn ook logisch, alleen daar denken wij niet meer bij na. Zoals rood het stoplicht is veiligheid stop. Snap je? Ja. Een rode is ook de vitaminepil, de vitamine. Dus die geeft energie. Energie. Ja. Aarde-energie. Aarde-energie. En aarde-energie hebben mensen vaak ook nodig om gegrond te blijven. Maar bijvoorbeeld, ik maak ook wel eens ooit, ik ga dan ook vaak uit met die chakra kleuren. Dat is natuurlijk weer een ander onderwerp. Maar ik betrek eigenlijk alles. Ik pak eigenlijk alles bij elkaar. Ik verbind het met elkaar. En daar komt eigenlijk de boodschap uit voort. Want wat mij fascineert als je erover vertelt, bij mij is het allemaal stroomt dat. Hè? Ja. Maar je hebt ook heel veel mensen die zeggen van, oh, ik geloof er niks van. Ja, ik zeg altijd, je hoeft er niet in te geloven, je hoeft het enkel te voelen. Dat. En als je het voelt, ga je er vanzelf wel in geloven. En komen er ook mensen bij jou die het eigenlijk niet geloven? Sceptisch mensen, ja. Soms kom ik ze wel tegen. Maar ik heb er altijd wel een leuk trucje voor. En dat is vooral het stukje magnetiseren. Ik ben ervan overtuigd, of ik voel zelf, als ik bijvoorbeeld met mijn handen werk, dat ik mensen op die manier kan laten voelen. Of bijvoorbeeld bij het geven van een roosreading of een bloemenreading. En ik vertel ze over van, ik vertel ze van, dit is zo en zo, dat ze zichzelf daarin herkennen. Wanneer mensen zich gaan herkennen, dat. En zouden ze nog kunnen zeggen, dat is een aangeleerd trucje? Hè? Dat zou dan nog kunnen, maar vaak is de informatie ook die ik zelf intuïtief ontvang. En dat is dan, zie ik als mijn bonus. Ik vind gave een zwaar woord. Ik zie het meer als een bonus. Als een bonus waarmee ik mensen tot dienst kan zijn. Ja. Om toch te laten zien en te laten voelen dat er dus toch echt wel meer is tussen hemel en aarde. En heb je het idee dat die bonus, zoals jij hem zo mooi noemt, dat die, daar ben je misschien mee geboren, maar dat je hem ook verfijnd hebt in al je de baantjes die je hebt gehad, de ontmoetingen die je hebt gehad, de op school, in je omgeving? Zeker. Het mooie vind ik dat wij nou ook hier zitten met een heel mooi pad op de achtergrond. Ja. Zoals ik al vertelde, staat het pad voor mij ook wel als centraal. Staat het pad voor mij ook wel als een weg die je bewandelt. Nou, mijn weg is geweest met heel veel, best wel wat hobbels. Best wel wat zijwegen. Maar ik zie wel heel duidelijk, of ik voel het eigenlijk vooral, dat mijn pad ook wel heel erg geleid is geworden. Wat wil zeggen, in al mijn baantjes, als ik nou terugkijk, heb ik daardoor wel heel veel mensenkennis op mogen doen. Heb ik daar heel veel ervaringen in op mogen doen. Die ik nu kan inzetten om andere mensen te helpen. Ook het stukje inderdaad, het opgroeien in het onderwijs en zo. In het reguliere onderwijs wat bij mij niet paste. Wat tegenwoordig bij meer kinderen ook niet meer past. Vandaar dat op dit moment in het onderwijssysteem ook heel veel aan het veranderen is. Zie ik ook terug bij mijn dochter. Wat ik als een bonus zie, dat ik mijn dochter hierin wel kan begrijpen. En het kan putten uit mijn eigen ervaring. En dat is belangrijk, denk ik. Mooi. Patricia, ik vind het zo mooi dat jij door je verhaal laat zien dat doordat je een unieke pad gaat bewandelen, dat dan gewoon de deuren open gaan. En dat je anderen daarmee helpt om dat ook voor hun de waarheid te laten worden. Ja. Ik dank jou hartelijk voor jouw komst. Bedankt. Heel graag gedaan. Kijkers, bedankt voor het kijken.